146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief. Nederlanders zijn vaak onaardig tegen elkaar, dat zeggen onderzoekers. Ze kijken bijvoorbeeld naar hoe vaak haatberichten worden geplaatst online, hoe vaak mensen schelden in het verkeer en hoe vaak cashiers worden genegeerd. Ik heb een vraagje voor jou. Nee, sorry. Echt wel? Ik heb een vraagje voor jullie. Nee, dankjewel. Waar bedanken ze voor? Hi. Ik heb... Ik snap dat niet, hè, dat je het niet op tv wil. Hi, ik heb een vraagje voor u. Wat zegt het volk? Ben ik het volk? U bent het volk. Oké. Er wordt gezegd dat Nederlanders steeds onaardiger tegen elkaar doen. Wat vind je daarvan? Nou, ben ik het niet mee eens. Ik denk dat het wel wat liever mag of zo. Ik denk dat het volk zegt, ja. Ja, hè? Ja, dat denk ik. Nee, eigenlijk valt het wel mee. Ja, weet je, ik kijk niet naar social media. En daar krijg je volgens mij de onaardigste mensen. Dus mensen die ik tegenkom zijn over het algemeen heel aardig. Nou, ik doe altijd best wel aardig tegen iedereen, volgens mij. Ja? Ja. Ik heb niet het idee dat ze onaardiger doen. Ik merk er zelf niks van eigenlijk, nee. Ja, soms wel, denk ik. Ben je zelf ook wel eens onvriendelijk? Ik hoop het niet. Ja, daar ben ik het wel een beetje mee eens, helaas. Waarom? Zo vaak kort lontje. Verschillende groepen tegen elkaar opzetten. Doodzonde. In het algemeen, snap je, als ik in de bus ga, iedereen zit en de tas naast hem. Niemand wil gewoon met... Ze willen niet met elkaar communiceren. Dat vind ik gewoon jammer. Oh, nee, dat vind ik niet. Nee? Nee, ik zeg altijd netjes goeiedag tegen de kassière. Oh, heeft u het gehoord in het nieuws? Ja. Ik snap wel dat mensen misschien wat meer op hun telefoon kijken. En dan minder oogcontact maken. Maar zelf doe ik dat niet. Kassière Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Er is nu een campagne gestart met de naam #doeslief. Hiermee wil men Nederland een stukje vriendelijker maken. Maar gaat dat ook echt werken? Goed hoor. Ja. Ik heb ervan gehoord. Ja, op het nieuws volgens mij. Ja. Vind je een goed initiatief? Ja, ik hoorde ook iets over de cashières of zo en dat die genegeerd worden. Ja, dat heb ik zelf ook wel meegemaakt. Dus ja, ik vind het wel een goede campagne. Ja, ik vind het wel goed dat het in ieder geval onder de aandacht komt. Dat als mensen in ieder geval last van hebben dat ze niet goed behandeld worden of zo. Dat ze vinden dat ze, ja, die mensen die lief tegen hun zijn, dat wel onder de aandacht komt. Dat mensen wel lief tegen elkaar gaan doen. Dat vind ik goed. Ja? Beetje aardig zijn tegen elkaar. En er is ook een campagne nu gestart en die heet Doe's Lief. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, doe aan mee toch? Dat vind ik hartstikke goed. Ja? Ja, vind ik goed. Nou, ik denk dat mensen die echt geen zin hebben in lief doen, zich daar ook niet door laten overhalen. Die voelen zich niet aangesproken. 37% van de OV-medewerkers wordt getreid door passagiers. Doe's lief. Een betere wereld begint bij jezelf. Geef jij het aan als je iemand asociaal gedrag ziet vertonen? Het ligt eraan wie het is. Als het een bekend iemand is wel, denk ik. En als het een vreemde is, dan negeer ik het meestal. Ben je zelf wel eens onaardig tegen iemand? Ja, als ik boos ben op iemand, dan kan ik best wel onaardig zijn. En ga je daar ook wat aan doen? Ik ga mijn best doen. En als u iemand anders asociaal gedrag ziet vertonen, zegt u daar dan wat van? Maar niet zo gauw, hè? Nee? Nee. Nee, alleen dat... als u diegene kent misschien? Dan wel, ja, inderdaad. Maar ja. Nee. Dat risico neem je niet, hè? Nee. Ik zou wel zeggen van, goh, kan het ook op een andere manier. Ja. En daar schrikken mensen vaak al van en dan... Ja. Als u ziet dat er iemand een beetje asociaal gedrag vertoont, zegt u daar dan wat van? Ja, doe ik, ja. Heel veel mensen durven het al niet eens meer. Dus dat is al heel... Ik doe dat, ja. Ja. Oh, heel dus, goed. Dat hangt er helemaal vanaf. Als iemand zijn kindje afblaft, echt heel onterecht, dan zou ik er best iets voor kunnen zeggen. Doet u dat zelf ook, lief zijn? Ja, probeer ik wel. Ja? Ik probeer behulpzaam te zijn naar oude mensen of respectvol naar elkaar. Omdat ik geloof daarin. Doe je zelf wel eens onaardig tegen iemand? Nee. Je bent lief. Ik ben lief, jongen, ja. Ja. Oké. En als je iemand onaardig ziet doen tegen iemand anders, zou je er dan wat van zeggen? Ja. Ja, doe ik altijd. Goed zo. Ja. Oké. Doe ik blijven altijd. Doorgaan, hè? En lief zijn. Doei. Oké, dankjewel. Heel fijne dag, hè? Jij ook. Doei. Lief toch? Vond jij deze video nou leuk? Geef hem dan een like en volg ons op YouTube en Instagram via WZHV19.